Yo kijkers, mijn naam is Levi en welkom weer bij mijn nieuwe video. En vandaag, zoals jullie zien, speel ik vandaag sommen en kleuren. Ik heb dit nog nooit gespeeld in mijn video's. Dit is de eerste keer. En als stel je wilt het spel ook spelen, dan moet je naar Google gaan. En dan moet je daar intypen sommen en kleuren. En als je dat hebt ingetypt, dan heb je het al meteen. En hoe het spelletje werkt, ik ben nu een blauwe balletje zoals je ziet. En je moet in de goede kleur gaan. Stel je gaat in de verkeerde kleur, dan ben je af. En je moet proberen zoveel mogelijk sterren te pakken. 1 ster is 1 punt, dit is mijn record. Ja, eigenlijk is mijn record 121. Maar dat is op mijn iPad zo. En nu speel ik het op mijn laptop. En dit is je record en dit is waar je nu bent. Nou, zo werkt dat spelletje. Dus het is best wel een leuk spelletje. Maar af en toe kom je ook tafels tegen. De tafels tot en met 10. Ik ken die natuurlijk al heel goed. Ik vind het heel super makkelijk. Alleen stel je vindt ze nog lastig. Nou, dan wordt voor jou ook dit spel wel lastig. Maar in ieder geval, het is soort van rekenspelletje ook weer niet. Maar ja, ik vind het in ieder geval echt de leukste rekenspelletje die je hebt. Echt een leuk spel vind ik het. Alleen ik dacht een keertje leuk om een video van te maken. Dus ik denk, laten we dat maar gaan doen. Maar voordat we de video gaan beginnen, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En op dat belletje te klikken, want dan blijft het de hoogte van al mijn video's. Het is natuurlijk net zo leuk. Alleen, gaan we beginnen. Nou, vergeet je af, want ik moet nog eventjes wat zeggen. Als je op je laptop bent, dan kan je of met je muisknopje kan je klikken om omhoog te komen, of met het spatieknopje, of met je vingers als je een iPad of een Chromebook hebt. Nou, zo werkt dat dus. Dus stel je klikt op spatie, ga je omhoog. Nou, zo werkt het spel dus. Maar genoeg gepraat, we gaan gewoon beginnen. Oké, even kijken. Ja, dit gaat nog goed. Oké, nu kom ik zo'n vierkantje tegen. 1 keer 10. 1 keer 10, dat is 10. Easy. Nu kom je deze tegen. Weer een tafel. 3 keer 8, dat is 24. Dat is 3. Kijk, en nu moet je in 2-3's gaan. Kijk, dus nu moet je in 2 keer 3 gaan. Dus je moet echt goed timen hierin. En nu, ja, top. Oké, en nu. Deze kleine rondje hebben we nu. Ja, top. 7 keer 10, nou dat is 70. Ja, top, ik ga nu wel lekker. Oh nee. En lekker nu, top. Ja, lekker. 3 keer 8, dat is 24. Je moet wel goed timen. En nu, lekker dan. Lekker, ik ben boven mijn record. Ja, top. Dat is 9. En kijk, nu moet je in 3 van die 9 gaan. Dus nu moet je nog beter timen.
Nu lekker dan. Zich wel, maar ik ging meteen af en klikte toch letterlijk op spatie. Oh, ik wil sowieso bij de 50 komen in deze video. Weet je wat, ik ga nu met mijn muis klikken. Oh shit, dit is niet zo slim. Ik ga nu zo klikken en misschien is dat makkelijker, ik weet niet zeker. Ik zie het wel. Bijna af.
lekker. Oké, nu een dubbele. Is 18. Oeh, ik ga er echt heel bijna af. Lekker. Serieus? Ik klikte toch en ik ging toch af. Dat is zo stom. Ik haat het spel. Oh my god, hoe dan? Ja, dan klik je en dan telt hij, gaat hij die klik niet meetellen. Dat is gewoon zo irritant. Maar ik sluit hier wel mee de video af. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Echt, wat moet je zeggen? Het is echt een vervelend spel. Als je afgaat en je bent heel ver, het is gewoon een vervelend spel. Maar ja, het is ook wel weer leuk. Maar dan heb ik tenslotte nu nog één ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie weer bij de volgende video. Later!